Breda Nu. Je weet het meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hanos ISPC Breda. Dinsdagavond bij Breda Nu en dat betekent een nieuwe aflevering van Smaakmakers. Ja, Smaakmakers, we ontvangen weer iemand die smaak geeft aan de stad Breda. En dat is dit keer Ralf Behouden. En die staat beter bekend als de nachtburgemeester van Breda. Het is ook 2:00 s'nachts als we dit op gaan nemen. Want ja, overdag zie je hem natuurlijk niet. De nachtburgemeester van Breda. En ik zie hem daar al aankomen. Ralf, een beetje goed geslapen dan? Heerlijk geslapen. Ja. Ja, want natuurlijk leef ik niet alleen s'nachts. Nee, het is natuurlijk ook overdag dat ik vaak bij evenementen ben en in de stad kom. Ik heb mijn eigen bedrijf natuurlijk en het DJ-werk wat ik doe. Dus ik ben op verschillende momenten van de dag en nacht ben ik zichtbaar en aanwezig en op diverse vlakken werkzaam. Ja. We gaan daar zo dadelijk uitgebreid over praten. Ben je ook een beetje handig in de keuken? Ik ben een klein beetje handig in de keuken. Ik vind het superleuk om lekker eten klaar te maken. Soms in een restaurantje te eten, maar natuurlijk thuis kun je het heel goed naar je zin maken met een lekker happie. Dus ja. We gaan naar Sven. Hij is de chef-kok van Gastrobar Vloer en hij staat al op de visafdeling. Zullen we samen eerst even daar naartoe lopen? Heel graag, goed zo, graag. Doen we dat. Sven Uitwaal. Hoi. Hallo. Goedendag. Goedendag, Ger. Sven, jij bent van Gastrobar Vloer op de Grote Markt. Ja, inderdaad. Ja. En wat voor gerecht ga je voor ons bereiden? Echt herfst. Dus we gaan beginnen met coquilles, pompoen. We hebben mooie coquilles in de schelp hier. Dus, Ja, want die hebben jullie wel hier, Ger? Die hebben wij, ja. Coquilles in de schelp. Mooi product. We hebben natuurlijk ook coquilles uit de schelp, het vlees. Maar als je dan echt voor goede kwaliteit wil gaan in de schelp, is altijd beter. Ja. Jij wil ze in de schelp meenemen? Ja, ik gebruik alles. Want ook die baarden, daar maken mooie saus mee. En hoeveel heb je dan nodig? Ik pak heel de kist. Oh, je pakt heel de kist. Neem heel de kist, dat is mooi. Dat is mooi. Nou, laten we even gek doen. Dan ga ik ze voor je inpakken. Ja. Dankjewel. En dan gaan wij nog eventjes, want we moeten nog pompoenen halen. Ja, moet ik ook hebben. Een beetje pompoenen, wat kruiden nog, dus dan kunnen we aan de gang. Goed, dan gaan we nog met z'n allen naar de groenteafdeling toe. Ja? Ja, neem het. Dankjewel. Goed zo. Fantastisch. Dan gaan wij die kant op. Oké. Okay. Ja, want jullie werken met streekgebonden producten, hè? Ja, zoveel mogelijk. Eigenlijk alleen maar regionaal. Dus dat wil zeggen Nederland, stukje België. Daar probeer ik eigenlijk alles vandaan te halen. Ja. Welke neem je mee? Flespompoenen. Ik pak flespompoenen. Er zit een mooie bijt in. Ja. Dus ik heb liever iets harder, iets steviger dan alleen maar wat zachter. Ja. Hier kunnen allerlei structuren mee maken. Goed. En dat gaan we ook doen. Ja. Nou, als jij alvast naar de keuken gaat, dan gaan wij nog eventjes naar de wijnafdeling. Nou, je bent wel een beetje van de wijn, hè? Wijn en bier. Ja, wijn en bier. Meer bier, hè? Ja, bier wat meer inderdaad. Ja, bier hebben ze hier ook wel, maar we krijgen coquilles en pompoen. Wat voor wijntje hoort daarbij, Stefan? Ik heb iets moois voor jullie uitgekozen. Dat is een Franse wijn uit de Loire, uit het gebiedje Vouvray. De Chenin Blanc Drive is daar koning, kun je zeggen. Geeft hele mooie wijnen met een wat rijkere textuur, maar wel een mooie zuurgraad onderin. Kan hele grote hoogte bereiken, ook qua bewaarpotentieel. Verleden keer heb ik een Vouvray mogen proeven uit 1959. Zo. Dus dan heb je een idee hoe lang dat je het kunt bewaren. Ja. Nou, deze krijgt niet zo lang de kans, omdat we die natuurlijk zo meteen gaan laten proeven aan jullie. Ik schenk wat in en dan hoor ik graag de bevindingen. Ja, maar ik ben benieuwd. Nou, dit bevalt wel. Ja. Ja. Lekker zacht wijntje. Ja. Absoluut, hè? Ja. Ja, lekker rijk, lekker zacht inderdaad. Ja. Nou, fantastisch. Ja, er zit een heel klein zoetje, lijkt er onderin te zitten, hè? Ja. Dat is mooi, hè? Ja. Nou, top. Zullen we hem meenemen? Ja, ik denk dat dit heerlijk is bij de coquilles. Ja, nou, dan gaan we dat doen. En wij bedanken jou weer voor jouw uitleg. Heel graag gedaan. En smakelijk. Dankjewel. Ja, we gaan naar de keuken. Graag.
De keuken in met jou. Zo Sven, dan zijn we met de wijn. Ja, dat is moeilijk. Ja, we hebben deze meegekregen, Marc Brédief. Ja, een hele lekkere wijn. We hebben dat zal goed passen, denk ik. Ja, denk het ook. Ja, hartstikke mooi. Ja, maar wat gaat er nu gebeuren? Ja, we moeten aan de gang. We moeten wat koekjes schoonmaken, want dan kan ik vast beginnen met de saus. Ja, ik zal even voor doen. Ja. Nou, ik laat jullie eventjes. Ja, we gaan even... Dat gaat volgens mij helemaal wel goed komen. Ja, we zien jou zo. En dan kom ik straks weer wel terug. Ja? Goed. Okay. De koekje heeft een platte kant en een bolle kant. Ik heb een paletmes, hoeft helemaal niet scherp te zijn. Ga je over de rechterkant, sta je hem open. Dus je gaat langs de bovenkant? Langs de bovenkant. Af. Kijk, zo trek je de koekje eraf. Ja. Dan heb je met een lepel, haal je eigenlijk alles los. Zowel de baarden als het nootje zelf. Dan schep je hem eruit. Dan doe je hem in de giet. Dan gaan we die spoelen. Want er zit altijd een beetje zand aan en er is nieuwe saus aan. Ja. Je spoelt ze altijd per koekje? Nee hoor. Ik ga gewoon verder. Hoeveel zijn we? Ja, perfect. Ja? Ja, perfect. En dan één keer zo. Ja, zal ik even laten zien. We gaan nu gewoon zo door naar beneden. Ja. Dan kunnen we dit allemaal in bokjes gaan snijden. Maar je bent eigenlijk al verder klaar met de voorbereiding, ja, begrijp ik. Ja, ik ben al heel end. Dus, ja. Verschillende bereidingen van pompoenen, gebakken, koekie en dan... Ja. Even dat afmaken. Ja, ik zie wel dat jij daar toch wel een stuk sneller in bent, hè? Maar een half uur zou goed zijn. Ja, weet je, het is altijd mogelijkheid om te leren. Ja. En ik heb nog veel te leren. Maar je kunt het alleen af? Oh, makkelijk. Ja, komt goed. Dan stuur ik jou alvast naar de tafel toe, Ralf. Ja, lijkt me een heel goed idee. Ja, ik denk dat Sven dit een stuk beter kan dan ik. Die gaat dat verder vast wel eventjes verder vervolmaken. Ja. Ja, als jij vast naar de tafel gaat, gaan we die kant, doen. Die kant op. En dan zeg ik eventjes, voordat we naar die tafel gaan. Ralf Behouden is sinds april 2016 nachtburgemeester van Breda. En hij werd benoemd door de burgemeester van Breda, Paul de Pla. En daar hebben we de beelden van. Behouden, nachtburgemeester van Breda. Hoe word je nachtburgemeester van Breda? Hoe word je dat? Ja, hoe word je dat? Dat vragen veel mensen aan ja, mij. Hoe word je hoe dat ben nou? Je nou ja. Nou, eigenlijk ook een hele logische vraag, want het is niet een functie die zomaar voor het grijpen ligt. Nee. Eigenlijk was het zo dat er was al een nachtburgemeester, onze Martijn Gilden, ook wel Bonky. Ja. Echt de toffe vent. En die ging ermee stoppen. En eigenlijk kwam er toen een oproepje in BN De Stem. Van joh, wie wil een nachtburgemeester worden? Schrijf een goede sollicitatiebrief met goede motivatie. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ja. Geschreven. En uiteindelijk bleken er heel veel gegadigden te zijn. En hebben ze gekeken naar een aantal factoren die ik eigenlijk niet eens weet waarom. Ja. Maar misschien dat het heeft meegespeeld dat ik een eigen bedrijf heb, dat ik ondernemer ben. Dat ik daarnaast veelvuldig in de horeca ben. Je werkt ook nog als DJ, hè? Werkzaam als DJ, nog steeds trouwens. Het is bijna elk weekend wel dat ik ergens een feest draai. Mm-hmm. Een bruiloft, een bedrijfsfeest, een ander soort feestje, want ik doe natuurlijk allerlei stijlen. Ja. En uiteindelijk is daar een commissie geweest die dus naar diverse factoren heeft gekeken. En uit de hoge hoed, ik weet niet precies. Jij bent in ieder geval nachtburgemeester van Breda geworden. Ja. Nou weet ik ongeveer wel wat de burgemeester van Breda doet. Hè? Of daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar wat doet de nachtburgemeester van Breda? Zit hij iedere dag tot 2 uur in de kroeg en in het weekend tot 4 uur? Nou, de nachtburgemeester is eigenlijk, ja, je moet het zien, het is een onbetaalde functie. Mm-hmm. Het is een ludieke rol. Er zijn heel veel nachtburgemeesters in heel Nederland.
waarvan de bekendste Jules Deelder is. En iedereen doet het op zijn eigen manier in elke stad. De ene zit meer op de politiek, de andere zit meer op de cultuur. Ik probeer eigenlijk alles een beetje in één te vatten. En kijken hoe we de stad nog leuker kunnen maken dan die al is. Breda is natuurlijk een hele toffe stad. Heel rijk aan horeca, heel rijk aan cultuur, historie. En hoe kun je bepaalde dingen, hoe kun je dat combineren door de stad nog leuker te maken? Dus eigenlijk waar de burgemeester zelf echt een hele belangrijke rol heeft voor het rijlen en zeilen in de stad. Ja. En natuurlijk ook justitie gedeelte oppakt en brandweer aanstuurt. En ja, goed, het exacte pakket weet ik niet. Dus mijn functie natuurlijk een stuk relaxter, zo moet je het eigenlijk zien. Maar het is dus niet dat je altijd alle feesten en cafés moet bezoeken. Er gebeurt ook heel veel. Nou, graag zelfs. Ja. Maar er gebeurt ook veel van thuis uit, bij wijze van spreken. Ja, heel veel gebeurt eigenlijk achter de schermen. Mensen denken van, wat doe je nou eigenlijk? Maar eigenlijk zit het meer in de mails die ik verstuur, de belletjes die ik s'avonds doe. Ik spar heel veel met mensen. Mm-hmm. Ik krijg heel veel informatie aangedragen. En ik probeer eigenlijk heel veel dingen te koppelen. Dus als je zegt van, wat doe je nou? Ik zie alleen maar bier drinken. Ja, dat is ook wel een deel, want dat maakt de lippen wat losser. Ja. En dat zorgt ervoor dat je uiteindelijk hele leuke gesprekken voert met mensen die er echt toe doen in Breda. Want het zijn er een hoop. Mm-hmm. En ik probeer daar een kleine speel in te zijn. Ja. Nu is er momenteel het nodige te doen over de openingstijden, hè, van de horeca. Ja. Verruiming van de horeca, van de openingstijden tot 6 uur. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, de verruiming van de openingstijden. Dat is tweeledig. Ik moet eerlijk zeggen, van, je kan zeggen, ik begin dan wat vroeger. Hè. Naarmate zou later... ik ook denken van, nou, we beginnen om 9 uur s'avonds al. Ja, alleen merk je dat mensen toch in een druk bestaan zitten tegenwoordig. Ja. En het ook fijn vinden om vooraf nog ergens te gaan eten voordat ze echt op stap gaan. Of nog even hun eigen dingetje willen doen of nog even vrienden op een andere locatie ontmoeten. Maar in ieder geval, er is blijkbaar behoefte om nog tot 6 uur door te kunnen gaan in de stad. En als die behoefte er is, en er is een mogelijkheid vanuit de horeca om die behoefte te vullen, dan denk ik, waarom niet? Ja. Maar je hebt ook heel kleine verbeterpunten natuurlijk, hè? Want daar hou jij je ook wel mee bezig. Ja, nou, er zijn een aantal dingen die ik al heel lang heb aangekaart bij de gemeente. Wat ik heel belangrijk vind is, dat is trouwens laatst ook in het nieuws geweest, maar dat heb ik vorig jaar al aangekaart voor Breda. Is dat de wildplassen wordt hard aangepakt. Ja. Voor de mannen die overal maar hun slag kunnen slaan, bij wijze van. Ja. Er zijn er hele mooie urinoirs die s'nachts boven het trottoirniveau uitstijgen. Voor vrouwen is daar helemaal niets. Ja, dames, echt een probleem, hè? Ja, ik zie regelmatig als ik naar huis loop, zie ik toch dames in de bosjes. Niet omdat ze erin gevallen zijn, maar omdat ze uit vrije wil daar even plaatsnemen. Ja. Ik vind, zo ga je niet met de gasten van de stad om. Ja. En ik vind het belangrijk dat er ook voor de dames voorzieningen zijn die, die goed zijn. En mm-hmm. waar ze makkelijk terecht kunnen. En niet dat als op het laatste moment blijkt dat de kroeg dicht gaat. Want dat gaat heel plotseling. Ja. Dat ze in één keer op straat staan en bijvoorbeeld in een shawarma tent. Heel vervelend natuurlijk. Hè? Voor mannen, voor ons is het allemaal wat gemakkelijker natuurlijk. Hè? Nou, je hebt het prima naar je zin, denk ik. Hè? Als ondernemer zijnde. Je eigen filmbedrijf heb je. Ja, klopt. Hè? Ja. Hè? Voor bedrijven maken jullie bedrijfsfilms? Ja, we maken bedrijfsfilms. Ja. Uitleganimaties en heel breed. En van MKB, MKB Plus. Tot echt grote namen als Orange Mobile in Frankrijk en Universiteit van Tilburg, Spie Nederland, noem ze maar allemaal op. En dan nog DJ zijn op huwelijken en partijen. Ja. Ja, toch? Ja. Nou, af en toe ook een net als Next heb ik laatst een draaiset gehad. Dat is meer house georiënteerd. Maar mijn muziekstijl is heel breed en al jarenlang draai ik voor huwelijken en bedrijfsfeesten. Ik heb het ook jarenlang gedaan, dus dat is hartstikke leuk. Ja. En dan nachtburgemeester zijn van Breda. Nou, van al die werkzaamheden krijg je honger. Ja. Toch? Ja, behoorlijk. Ja, maar die honger die zit er altijd wel een beetje in. Ja? Of ik die nou moet stillen met creativiteit of inderdaad met een lekker hapje eten, dat kan heel erg. Ik stel voor dat we dat nu met een lekker hapje eten gaan doen, want Sven die is zover dat hij zijn maaltijd hier gaat serveren. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Zo. Ah. Kijk eens, daar zijn ze, de kokkiers. Ja, kijk eens aan. De bereiding van pompoen erbij. Ja. Dus ik heb wat rauw gemarineerd. Ja. Blokjes in de braadboter van de kokkiers. Mm-hmm. En een crème gemaakt van de pompoen. Saus van de baarden heb ik dan gemaakt met een klein beetje groene peper. Ja. En dat is die witte schuim erbij. Oké. Okay. Nou, wij gaan ervan genieten. Bedankt. En succes. Ja, dankjewel. Tot snel. Dankjewel, Sven. Ik heb wel zin in. Zullen wij eventjes proosten? Absoluut. Proosten op de nachtburgemeester van Breda. Dat nog vele jaren mag zijn. Absoluut. Oké, okay. Dankjewel. Nou, wij gaan hier aan de maaltijd. Ik sluit deze uitzending weer af.
En ja, we zijn er volgende keer weer met een nieuwe aflevering van Smaakmakers hier bij Breda Nu. Smakelijk. Dank je. Jij ook. Breda Nu. Je weet het meteen.